Hey yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Arx Must Die. En holy shit, jullie vinden deze serie echt super geweldig. Ik heb al gewoon, 15 duimpjes of zo, dus ik weet het allemaal niet, onder aflevering nummer 1. Ik heb zoveel support in de comments, op Twitter, op Skype zelfs, dus het is echt super awesome. Maar goed, in ieder geval, we gaan vandaag maar eens even verder, eens even kijken, play, The Fork gaan we nu doen, eens even kijken, go. Oké. Eens even kijken, you have been granted the arrow roll. Of, wall, niet roll, wall, oké. Wall, oké. Goed. En inderdaad, ik heb een kopje thee hier. Even kijken, goed. Even kijken, ik wil dit ding, dit ding, dit ding en dit ding. Oké. Goed. Wel, Arrow Wall dus. Even kijken, waar komen ze vandaan vandaag? Even kijken, oké. Hier komen ze uit. Ik denk dat we deze hier doen en die hier. Dat lijkt me wel handig. En dus even die teerputten om ze langzamer te maken. En wat ook wel handig zou zijn is twee van die dingen hier. Of nou, dat kan er maar één. Kut, sorry. Not enough money. Oké, wel. Nou, dan gaan we maar gewoon beginnen, denk ik. Unleash the Horde. G, oké. Goed. Oh mijn god, dan moet ik ook maar eens een keer weer gaan spelen. Goed. Oh mijn god, er komt het volk allemaal al aan. Eens kijken of we wat headshots kunnen krijgen hier. Ziet er niet echt naar uit. Kijk, er hebben al één headshot. Kijk, er worden ze allemaal doodgemaakt hier zo. Headshot. Geef mij de headshots. Headshots, headshots, oké. En er is ook een Arx Must Die 2, dus misschien ga ik die ook wel een keer doen. Who knows. Headshots. Krijg je meer geld voor volgens mij? Ik weet het niet. Volgens mij wel. En headshots zijn gewoon ook cool om te maken, want je krijgt volgens mij awards voor ofzo. I don't know. Go, die, die a horrible, horrible, horrible death. Even kijken, we kunnen nog meer van die dingen plaatsen volgens mij. Of kan dat niet? Dan er nog maar niet. Oh, kut, sorry, kut, sorry, kut, sorry, kut, sorry. Woosh, de back, demons. Dood ze allemaal. Dood, 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 dood. Oké. Die heb ik nog even zo. Goed zo. Goed. Oké, nu kunnen we weer wat kopen. Even kijken. Zo. Het lijkt me handig als we nog twee van die arrow walls gaan doen. En misschien vier van die tar pits of zo. Oh, daar hebben we niet genoeg geld voor. Nou ja, maar in ieder geval, deze dingen doen echt OP veel damage. Dus ja. Kijk, weet wat ik gewoon ga doen? Ik ga hiervoor gewoon, ga ik ze gewoon zelf verdedigen. En als ik niet meer aan kan, dan trekken we gewoon terug. Spam, 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 spam. Slice and dice, you little bitch. Oké, wel. Ik begin een beetje low health te krijgen hier, dus... Kom op, kom op, kom op. Combo kill. Combo breaker. Oké, goed. Holy shit, daar komen ze weer. Daar, bitches. Even kijken, mijn traps kunnen wel aan, denk ik. Ga ik even helen bij de rift, of... Ja, je kon je helen, dat was ik zo. Kill ze, kill ze! Goed zo, gelukkig dat ik die tweede... Spike trap, of wat is het, arrow wall thingamajiggy barber heb neergezet. Even kijken, als we nou nog even... snel even nog zo'n inkopen. En hier zullen we extra damage doen. Zo, dat is wel handig denk ik zo. Even kijken, dat is een health potion. Oké, dat is ook altijd handig om het maar even te hebben. Holy shit. Oh god, daar komen ze ook uit. Wat? Komen ze nou een keer uit twee kanten? Oh mijn god, dat gaat cool worden hier. Open het vuur maar. Back. Back. Als je back. Demons. Headshot, mooi. Headshot, geef me headshots. Kijk, ik moest op de teer allemaal lopen en zo. Kom op, kill ze. Ga nou dood. Wordt het te veel? Nee. Mooi zo. Ik heb altijd nog mijn tweede arrow wall. Oh mijn god, ze komen erdoor al. Kijk of ik gewoon headshots kan maken, maar dat is instakill namelijk. Dus ja. Kijk, een snipe, snipe. Oké, zo. Oké, chill. Zo, lekker veel geld gekregen. Holy kut. Oké, goed. Dus even kijken, wat zullen we nu gaan plaatsen? Even kijken, weet je wat mij wel handig lijkt om te doen? Kijk, dit zo. This will be good. Something for your face. Zo, zie je, dan krijg je van... ja, die dingen zo. Even kijken. Ik wil nog even wat meer van die arrow spikes. Die dingen zijn gewoon overpowered. Oh nee, dat is 5, hè? Ja. Zo, oké.
Unleash the Horde. Let's go. Kijk of ze hier doorheen kunnen komen. Ik heb nu hier van die dingen, dus dat doet ook extra damage. Daar is alweer een headshot erbij. Dat is ook fijn. Headshots. Hier wil ik eigenlijk dan teer plaatsen straks, maar... Woesh, gaat zo groot. Terug, zeg ik. Oké. Ik kan nu wat ook geconcentreerder te werk en zo, dus ja. Even kijken. En terug, demons van Satan. Woesh. Yeah, boeia, Captain Groove, hey, mooi zo. Even een leuk dansje doen. Nice. Victory, mooi. Kijk eens even aan, mensen. Yay, 5 skulls. Oh. Oh. Buy upgrades, oh, dat is leuk. Even kijken. Spike traps, gain a short. Nou, wat doet dit? Arrow traps, trigger from further out. Dat wil ik eigenlijk wel, alleen die kosten de 8 skills. Oh ja, ik heb 10 skills. Oh, upgraden. Ja, accept. Goed. Oké, daar zijn die skills dus voor. Oké, nice. Goed, back to campaign menu. Oké, wel, nou, dan was dit het wel voor vandaag, denk ik. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Like de video nog even. En als je meer Oxmos Die wilt zien. Ik was niet heel erg, hoe noem je dat, actief vandaag. Ik was niet echt heel erg... hoe noem je dat, zeg maar. Ja, ik was een beetje moe en zo. Dus ja, maar in ieder geval bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer nog even, like de video dus. Volg me ook even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.